De haven van Antwerpen, dat blijft toch een icoon, hè? Heel herkenbaar in het landschap en er is altijd beweging. Containerschepen die binnen en buiten varen, maar ook tal van bedrijven uit verschillende sectoren. Van de chemie en petrochemie tot scheepsbouw, logistiek en zoveel meer. Nu, we hebben geluk vandaag, want we kunnen een kijkje gaan nemen in de haven zelf. Want daar zijn jongeren aan het speeddaten. De haven is namelijk een grote werkgever voor tal van profielen. Hela, terugkomen. Dat is voor zometeen. Eerst heb ik afgesproken met gedeputeerde Luc Lemmes. Dag Luc. Dag Anke. Waarom is de haven nu voor jullie als provincie Antwerpen zo belangrijk? De haven Antwerpen-Brugge zorgt direct al voor 73.000 jobs. Dat is natuurlijk ook de belangrijkste economische motor van ons land. Maar die motor moeten wij draaiende houden. En daarom hebben we ook veel gemotiveerd personeel nodig. En dat is natuurlijk zoeken met de krapte op de arbeidsmarkt. En met het havenbelevingscentrum dat we nu omvormen tot havenwereld, gaan we ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk van die jonge mensen kunnen motiveren om te werken in de haven. Is het dan zo hard nodig dat we jongeren nog extra informeren over de haven? We moeten de jongeren overtuigen dat werken in de dokken, dat niet alleen in de haven te vinden is, maar dat er ook tal van andere jobs zijn in de logistieke sector, petrochemie, kantoren enzovoort. En het is belangrijk om hen dat te duiden en hen die kansen te geven om daar te gaan werken. Welke richtingen kunnen jonge mensen zoal volgen om te werken in de haven? In het provinciaal onderwijs kan je chemie, industriële wetenschappen, logistiek, transport, elektromechanica volgen. Dat zijn natuurlijk richtingen die belangrijk zijn om later in het havengebied te gaan werken. Wat we ook natuurlijk kunnen doen, dat is dat jongeren ook op de werkplek kunnen werken en ook nog leren op de school. Dat maakt natuurlijk dat een enorme ervaring is dat zij opdoen. Wat doen jullie nu al concreet voor de jongeren? Wel, vanuit de provincie brengen wij jongeren en bedrijven samen via jobbeurzen, via speeddates. En zo leren bedrijven en jongeren elkaar kennen. Hoe ziet je dag eruit? Hoe is de werksfeer hier? Welke opleiding heb je zelf gedaan? En wat brengt jullie bij Bayer? Hoe is het hier? Ginter, wat vind je er nu van? Ik vind het heel goed. Ik vind dat veel interactie is met de studenten. Dat ze... Heb je er al veel van val opgestoken? Ja, zeker. Hoe groot het bedrijf in elkaar zit, welke mogelijkheden er zijn, wat we kunnen doen. En wat zou je dan graag willen doen hier? Die keuze heb ik nog niet gemaakt, maar... Maar dat het beste verdient, denk dat er genoeg, ik denk dat er genoeg keuze is. Door met onze werknemers in gesprek te gaan, krijgen ze zicht op de jobs bij Bayer, hoe het is om bij Bayer te werken, loopbaan op te bouwen. Ja, hebben ze interesse in een job als chemisch ingenieur of valt elektromechanica of meet- en regeltechniek meer in de smaak? Of misschien werken in shifts als procesoperator, heel wat mogelijkheden. Dus wie weet zien we hen wel terug als toekomstige medewerker bij Bayer. Daar kijken wij naar uit. We staan nu eigenlijk wel op een locatie die er binnenkort helemaal anders gaat uitzien hier, hè? Ja, dat klopt. De oude droogdok zitten. 9 oude droogdokken met hier achteraan nog de werkhuizen waar vroeger de sleepboten werden hersteld, de baggerboten werden hersteld. Hier willen we nu samen de provincie en de Port of Antwerp-Bruges voor zorgen dat hier een havenbelevingscentrum komt. Dat wordt havenwereld en we gaan zoveel als mogelijk toeristen trachten naar hier te trekken, maar ook jongeren duidelijk te maken welke jobs zij kunnen vinden in de haven. En dat is natuurlijk zeer belangrijk. Oké, dankjewel Luc. Helaas zit onze speeddate er nu wel bijna op, maar zullen we nog een selfie maken. Oké. Zonnetjes.